Minister Gilmer Hoefdraad van Financiën heeft voor een bedrag van 8,6 miljoen Amerikaanse dollar een financieringsovereenkomst ondertekend met de Exim Bank van India. Met dit bedrag zal het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, investeringen plegen in de pompgemalen van Wageningen. Dit meldt het Nationaal Informatieinstituut in een persbericht. Minister Hoefdraad en Sailesh Prasad, resident representative van de Export-Import Bank of India, hebben hun handtekening geplaatst onder de overeenkomst. Volgens Hoefdraad zal de enorme expertise die India bezit op het gebied van landbouw ons ten goede komen. De expertise, het financieel als ook het technisch aspect, zullen volgens de bewindsman goed tot uitvoering komen. Prasad noemde het een genoegen voor India dat zij deze credit facility aan Suriname kan verstrekken. Deze financieringsovereenkomst is de zesde die aan ons land is verstrekt, waarvan wij de eerste zijn in Latijns-Amerika die volgens de nieuwe voorwaarden heeft getekend.